Hidde, genomineerd voor sportman van het jaar in de gemeente Oost-Gelre. Dan moet je een goed gevoel geven. Ja, klopt. Ik kreeg eergisteren bericht en ja, dat vind ik leuk. Ja, zeker. Ja. Hoe is dat gegaan? Ja, eerlijk gezegd kreeg ik bericht van mijn vader dat in de Elna, de plaatselijke krant bij ons, dat daarin stond dat ik genomineerd was met een stukje erbij, een stukje tekst. Dus een beetje op die manier kreeg ik het te horen en ik zag het later op Facebook ook. Dus, ja. Leuke verrassing. Ja, wel leuk. Maar ja, het is sowieso voor mij wel een goed jaar geweest en dan is dit... Ja, is dit wel leuk, weet je? Want het is mijn eigen dorp, mijn eigen regio en ja, dat vind ik wel heel erg leuk, ja. Een jaar waarin je eigenlijk echt doorgebroken bent bij de Graafschap. Ja, zeker. Ik denk dat ik vorig jaar nog een beetje op de achtergrond was, zeg maar, als derde, vierde keeper. En dit jaar is het eindelijk gebeurd en dan is dit wel heel erg leuk, ja. Ja, want als je nu terugkijkt naar dit seizoen, hoe vind je dat het gaat? Ja, een wisselvallig seizoen voor mij. Het begon heel mooi natuurlijk met een goede voorbereiding en dat je uiteindelijk eerste keeper wordt. Maar in de eerste wedstrijd raakte ik geblesseerd en heb ik ik denk een week of 12, 13 gerevalideerd. En toen eigenlijk vrij snel raakte Jasper geblesseerd en kreeg ik opnieuw die kans. En ja, die heb ik gepakt en nu sta ik er al wel. Ik denk een wedstrijdje of 18 misschien al wel, zoiets denk ik. En ja, dat voelt wel heel erg lekker weer en het gaat goed nu, dus ja, dat is mooi. Nu is het zo dat er gestemd mag worden voor jou, tot sportman van het jaar. Ga je nou iedereen oproepen om te stemmen? Nee, ik ben daar zelf niet zo van, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik bedoel, als mensen het mij gunnen en ze vinden dat ik die prijs moet winnen, dan vind ik het hartstikke leuk als ze op mij willen stemmen. Maar ik ga niet dorp door om stemmen te winnen, nee. Wanneer is de uitslag? Volgens mij op Koningsdag in Lichtenvoorde zelf. Dus ja, Koningsdag. En daar mag jij bij aanwezig zijn? Ja, ik hoop het. Ik zei al, ik moet wel twee keer trainen. Dus ik hoop dat ik tussendoor even snel de prijs op kan halen als ik win.